De graduele symboliek zal je voornamelijk gebruiken bij data waarvan dat attribuut zowel numeriek is, dat wil zeggen cijfers van 0 tot zoveel, en dat die doorlopend zijn. Dus dat wil zeggen dat, dat als je bijvoorbeeld de klassificatie wil maken van 0 tot 100, dat elk getal tussen de 0 en de 100 zal eventueel met comma mogelijk zijn. Dus dat er niet klassificatie kan zijn van 0, 1, 2, 5, 7. Dus er moeten echt alle getallen, alle waarden mogelijk zijn. Dat is eigenlijk in tegenstelling tot de symboliek waarvan dat we werken met categorieën. Ik ga daar straks wel nog op terugkomen. Goed. Dus we hebben hier bijvoorbeeld de dataset van COVID-19 in Nederland. De situatie in 13 maart, dacht ik. 2020, tijdens de eerste coronapiek. En we zullen kijken wat die data inhoudt. Het is altijd belangrijk om de attributentabel een keer erbij te nemen. Zo kan je wel redelijk snel zien wat de attributen zijn. Zoals al eerder aangegeven zijn de attributen deze hoofdingen. En één zo'n rij is een gemeente, is een object of een feature. En hier is dat een gemeente dus. We bekijken een keer naar welke data er allemaal zit. En dan zie je hier het aantal meldingen van coronapatiënten per gemeente. Je kunt die filteren volgens oplopend of aflopend. En je ziet dat de data gaat, dus deze attribuut gaat van minstens 4 naar 35.127 in Amsterdam. Dus een grote spreiding van data. Ja, en het is de bedoeling dat we die eigenlijk willen visualiseren. Wat willen we visualiseren? Dus we willen eigenlijk van de gemeente, hoe hoger het aantal meldingen, hoe donkerder de kleur. Dus hoe donkerrood bijvoorbeeld. En hoe lichter de kleur, hoe minder besmetting. Zo kan je heel snel zien waar dan de hotspots zitten. Want een tabel is wel interessant, maar een visuele voorstelling, een grafische voorstelling op een kaart is natuurlijk nog altijd veel beter. Goed, hoe gaan we dat gaan doen? Dus opnieuw weer rechtermuisknop op de shapefile waar je de symboliek wilt toepassen. Dus eigenschappen, we gaan naar symboliek. We gaan, dus stond op enkel symbool, we gaan niet naar categorieën, maar we gaan naar gradueel. Gradueel. Opnieuw weer het venster lezen van boven naar beneden. De kolom, wel, de kolom dat we gaan nemen zijn meldingen, dat we daar juist verkend in de attribuuttabel. Klik naar meldingen, symbool, indeling, legenda, ik laat dat gewoon staan. Methode ook, kleurverloop, voorlopig is dat wel oké. En we gaan hier nu gewoon gaan klassificeren. Dus heeft op basis van 5 klasses van gelijke interval deze intervallen gemaakt. Als ik nu zo op apply ga klikken, dan ga je zien dat we deze kaart hebben. Dus op zich zegt dat nog altijd niet veel. Daarom dat ik daar ook wel wat aandacht aan besteden. Het is niet onbelangrijk om te beseffen van met die symboliek kun je daar. Er is daar geen één duidelijk antwoord van welke kaart is nu de beste en welke niet. Het is afhankelijk van wat je wil visualiseren. En het is gevaarlijk, of je moet goed weten, je kan dat wel gaan manipuleren door bijvoorbeeld deze kaart te maken. Maar als we nu bijvoorbeeld die klassen naar 10 gaan doen. Dan verandert er ook niet zoveel. Als we bijvoorbeeld deze gaan maken. Straks er meer over. Dan is dat een heel andere kaart. Dus een beetje afhankelijk van wat je wilt tonen, moet je wel goed nadenken van wat wil ik hier gaan visualiseren en hoe moet ik mijn data gaan aanmaken. Want dat is wel een heel groot verschil. Oké. Dus we hadden die klassen zijn en dan moet je op klassificeren. Je kunt een een klasse kun je verwijderen
Door gewoon hier te knikken, ik ga hem nu of alles te verwijderen en opnieuw te veranderen. Klasgrenzen koppelen, laat hem maar aanstaan, zwaande. Goed, maar wat is nu eigenlijk een goede kaart en welke niet? Om dat eigenlijk te weten, moet je de modus, dat is hier eigenlijk heel belangrijk, nadenken van welke je moet ik nu gaan kiezen. Dus zelfs een keer kort allemaal overlopen en wat uitleg geven, welke een dat er wel goed is. Dat is afhankelijk van, er zijn meerdere oplossingen mogelijk, dat hangt af van wat dat je echt wilt visualiseren. Nu, om daar eigenlijk een inzicht in te krijgen, is de bedoeling, of is het handig als je de histogram erbij neemt. De histogram, die gaat eigenlijk je data gaan visualiseren. Dus die telling, dat zijn het aan, dat zijn de meldingen. Dus we zitten met de attribuut meldingen, dus hij gaat dat gaan visualiseren als hij de waarde gaat inladen van de meldingen. Dus wat zien we hier nu eigenlijk? Telling wil zeggen hoeveel gemeentes hebben die waarde. En die waarde kan zijn, hier onderaan, is het aantal meldingen van COVID-19. Dus het aantal gemeenten en de waarde van die gemeente. Dus dat, als we dan een keer gaan kijken, dan wat kun je hier eigenlijk gaan uit besluiten met dat histogram? Dat eigenlijk al de waarden, of al de data, de meeste data zit eigenlijk hier. Dan hebben we enkel hier nog, hier eentje, hier een gemeente en hier een, dat is dan in Amsterdam. Dus hier zit er eigenlijk niet zoveel. Dus hier maak je een klasse, een grote klasse, en het zit hier maar één iets in. En hier maak je meerdere klassen. Terwijl, ja, dat daar heel veel data in zit. Ik ga dat ik wel beter visualiseren met vijf. Ja, er zitten heel veel witte plekken. En als ik zelfs nog gelijke intervallen ga doen, kan nog. Dus het is nog slechter. Hoe kun je nu zien dat dat wel een slechte kaart is? Maar als je naar het histogram gaat, en dan zie je. Dus we hebben vijf intervallen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan zien we dat eigenlijk alle data bijna in de eerste klasse zit. Dus al de witte zit eigenlijk hierin. Dus je ziet hier dat de piek van het aantal gemeentes dat eigenlijk ja, de gemiddelde waarde heeft van zoveel meldingen, dat die hierin bevindt. Dan zijn die klassen eigenlijk, doen er eigenlijk niet zoveel toe. Want hier zit er maar één in, hier zit er zelfs geen in, 1 en 1. Dus hier kunnen we zeker wel zeggen dat dat geen goede manier is om klassificatie te doen. Welke kunnen we gelijk interval, wel, dat was niet dat we juist gezien hebben, dat spreekt wel voor zich. Kwantielen wil eigenlijk zeggen, een beetje zoals rond de mediaan, dus boxplot. We gaan even kijken naar dat. Goed. Apply. Ja. Dus wat doet eigenlijk een kwantiel? Dus als dat op klasse 5 staat, wil eigenlijk zeggen dat hij dat gaat onderverdelen, je data, in 5 delen. Dus 20, dus telkens per 20%. Dus dat wil zeggen, bijvoorbeeld is hier het laatste kwartiel, of kwantiel, beter eigenlijk, dat wil zeggen, dus alle data, dus de 20% van de data, van de steden met hun meldingen, zit eigenlijk hier. Dus iedere keer hier zit 20% van de steden, hier zit 20% hier, hier en hier. Dan zie je ook wel een heel goede spreiding. Dus dat is een grote klasse, dat is oké, want het is ook een grote spreiding. En hier zit het heel fijner in elkaar. Dus dat is ook al geen slechte kaart om te maken. Dus als je dat zou doen, naar vier klasses, verandert dat ook. Dus dat wil zeggen, dus 25% van de data zit hierin, 25% zit hier, hier 25% en dan een keer 25%. Goed. Wat hebben we dan nog? Mooie grenzen, dus dat een mooie afgeleid is. Apply. Dan zie je met vier klasses, dat is ook niet goed. Dus je ziet ook weer juist hetzelfde als bij die gelijke intervallen. Dat gaat hier niet goed. Je kunt die klasses wel gaan aanpassen. Dacht ik.
Ja, dus hierop klikken. Maar je ziet wel dat dit geen goede manier is om die data weer te geven. Dus de histogram is de key om eigenlijk dat goed te kunnen voeren. Om de juiste modus te kiezen. Standaardafwijking. Standaardafwijking gaat hier niet zo goed gaan. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat we eigenlijk een klassificatie maken op basis van standaardafwijking. Dus we hebben een gemiddelde. Hier bijvoorbeeld het gemiddelde zit ongeveer hier. En dan gaan we kijken de standaardafwijking, dus 1 of 2 of 3 keer. Hoeveel spreiding zit er ten opzichte van het gemiddelde? Ik ga daar nu niet verder op ingaan, dat is eigenlijk gewoon vooral statistiek. Maar hier is dat dus ook niet de juiste manier om te visualiseren. Een heel goede manier is eigenlijk die natural Jenks, dus natuurlijke grenzen. Dus als je daarop klikt, dan gaat eigenlijk QGIS nadenken over ja, waar zitten eigenlijk de data geclusterd. Dus je ziet hier zit de data geclusterd, hier zit de data geclusterd. Hier eigenlijk ja, ook niet veel. Dus, en ook hier. Dus hier zit er niet veel, dus die klassen zijn groot. Dus dat kun je wel gaan doen. Dus wat ik nu onthouden heb, is dan die natuurlijke grenzen en dat die kwantielen wel heel goed de beste oplossing bieden. Dus natuurlijke grenzen, ik ga die wel een beetje vermeerderen, want dat was toch maar redelijk weinig, die vier. Ik ga nu een keer kijken. En dan zie je wel met. Met 10 begint dat al wat beter te zijn. Je kunt dat zeggen, ja, ik ga nog verfijnen naar 20 of 30. Ja, maar dan kun je zodanig veel kleurschakering hebben dat het eigenlijk heel moeilijk is om nog een onderscheid te maken. Dus ja, er is daar geen één echt eenduidige oplossing van hoeveel grenzen moet je maken, welke modus moet je kiezen, wat zijn de exacte waarden van de grens. Dus ja, als ik dubbelklik erop en dan kan je die bovengrens gaan bepalen. En als ze gekoppeld zijn, dan gaat die allemaal mooi gaan aanpassen. Dus dat kan je dan wel nog op het einde doen, dus om ze nog wat beter aan te passen, zodat je mooie legende kunt maken. Maar dus dit lijkt me wel al een oké kaart in de zin van. We kunnen hier al zien waar dan de hotspots zitten van COVID in maart 2020. Oké, dus de key is gewoon dat histogram erbij nemen. En ja, dus dat is eigenlijk de histogram die bepaalt hoe dat je klassificatie best gaat doen. Dus we hebben heel sterke verschillen in die kaarten, dus wees daar echt heel aandachtig op van wat en hoe dat je die kaart gaat visualiseren. Er is dus een groot verschil, ja, moest dan nog het verschil tonen van waarom zouden we dat dan niet via unieke waarden doen? Nou, stel dat we dat met categorieën doen, dan zijn dat dan unieke waarden, dus we gaan weer meldingen nemen. Dan zeg je nu eigenlijk aan QGIS van, kijk, elke waarde, dus we hadden van 4 tot 35.127, dus elke waarde is een andere klasse. Maar dus deze attribuut van meldingen kon elke waarde aannemen. Dus die data is niet geclusterd van bijvoorbeeld alles 100, de 100 is in eenzelfde klasse. Je zou dat wel kunnen doen. Zo. Dus, via Shift-Tix kun je die dan wel gaan groeperen. Maar dat zijn heel manueel bezig en heel lang bezig. Dat is niet echt de juiste manier om dat te doen. Dus als we nu op Apply gaan doen, gaan we gewoon een kleurboek hebben. Die kaart zegt gewoon totaal niets. Dus dat is eigenlijk de bedoeling als je numerieke data, dus cijfers, en die data loopt door, dus van kan elke waarde aannemen. Dus kan, dat moet niet per se alle waarden zijn, maar kan de waarde aannemen van
van dat interval, dus van bijvoorbeeld hier van 0 tot 35.127, dan is zo'n graduele klassificatie eigenlijk de beste optie. Zo, dan weer een keer opnieuw. Meldingen. We gaan natuurlijk grenzen nemen. We gaan, oeps, 7 classes nemen. Apply. Ja, je ziet weer al een ander resultaat ten opzichte van als we er 10 zouden nemen. Dus ja, belangrijk is dan als consequentie, als je bijvoorbeeld evoluties wilt bepalen, zorg dan dat je gewoon die keer dezelfde manier van werken gebruikt. Stel dat we nog een keer de gemeentes er willen bij nemen, dan kunnen we dat heel simpel doen via labels, enkel labels en gemeentenaam. Ik weet dat en dat dat deze is, omdat we een attributentabel hebben dat gezien. En dan doen we gewoon op apply en dan zie je de gemeentes. Oké. Voilà.